Richard Pryor is live, rauw en vooral uniek. Moeilijk om hem te beschrijven, maar hij is gewoon een van de beste. Bijna schaamteloos ook. Zichzelf fileren, terwijl je dat niet door had. En eigenlijk was zijn hele leven een puinhoop, maar het klopte maar op één plek en dat was op het podium. Briljant kunstenaar, een groot vakman. Er zijn onderwerpen die raken zo het universele en zo het menselijke. Dat het echt van alle tijden is. Dat is ja, toch wel eigenlijk heel bijzonder. Het is slim, het heeft een hart, het is ook vuil, het is ook sexy. Godfather, legendarisch. Het was rauw, het was pijn, het was schaamte, het was zoeken naar een eigen identiteit. Zeker dat Pryor nu ook de beste zou zijn. Wat ik heel erg bewonder is de mate waarin hij kwetsbaar durft te zijn. Iedereen is schatplichtig voor wat hij heeft betekend. Godfather van stand-up comedy, een van de beste comedians ooit. De kern van het talent van Pryor is dat hij nog dichter bij de waarheid kwam dan de waarheid zelf. Denken?